Matthijs van Nieuwkerk is ontmaskerd als televisiebeul. Samen met zijn horrorhulpje Dielke Winia, die jarenlang zijn eindredacteur was, heeft hij talloze oud-medewerkers van De Wereld Draait Door letterlijk ziek gemaakt, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Ook de voormalig verslaggevers van de talkshow, de Jakhalzen, bevestigen het verhaal. Er heerste inderdaad een angstcultuur bij DWDD, aldus oud-Jakhals Frank Evenblij in de Bo van gisterenavond. Ja, ik heb wel vaak schreeuwend tegenover de eindredactie gestaan, omdat ik het er zo niet mee eens was om op die manier te werken, vertelt hij. Frank werkte bij DWDD onder twee eindredacteuren, Ewart van der Horst, de huidige producent van Bo, en Dielke Winia. Zij heeft zich ook ernstig misdragen. Ik geloofde gewoon niet dat dat de methode was om mensen te motiveren, maar ik was in die periode, ik was 26 toen ik binnenkwam, ook nog jong en kwetsbaar. Ik kon dat ook niet veranderen. Oud-Jakhals Erik Dijkstra, tegenover Frank aan tafel, maar Frank, je moet ook bedenken, wij waren in beeld. Eerst bij de Jakhalzen en daarna aan tafel. Daar gelden wel een beetje andere regels voor, hè? Het heeft mij ook wel de ogen geopend dat sommige oud-collega's nu tegen mij zeggen, ja, tegen jou werd niet geschreeuwd, hè? Tegen mij wel. Frank, ik durfde er ook wat makkelijker wat van te zeggen, want dan kwamen er redacteuren naar me toe en die zeiden, echt top dat je dit zegt. Ik zei, zeg jij er dan ook wat van? Maar die waren veel angstiger om hun baan te verliezen en dat gebeurde bij mij niet. Het artikel is ingeslagen als een bom, zegt Erik. Hij gaf eerder deze week al toe dat hij eigenlijk wel goed gedijde onder de DWDD-cultuur. Maar, zo zegt hij bij Bo, het gaat niet om 5, maar om 50 mensen die zeggen, er is in die jaren over mijn grenzen heen gegaan. Dan denk ik wel bij mezelf, dat is niet waar ik zelf aandacht voor had toen. Frank, ik heb er altijd wel bij gezeten en waar Erik wat beter gedijde in die cultuur. Ik heb het er altijd wel moeilijk mee gehad, want ik merkte daar altijd wel veel van. Er is op dit moment veel contact tussen oud-DWDD-medewerkers. Frank, ja, ik heb op dit moment wel veel contact met oud-redacteuren enzovoort. Ik vond het gewoon ook afgrijzelijk. Het was echt een klap. Er kwam veel boven. Ik heb er persoonlijk niet zoveel mee te maken gehad in de zin van dat Matthijs tegen mij is uitgevallen. Wel geeft Frank aan dat hij ontzettend veel van Matthijs heeft geleerd. Dat maakt het volgens hem dubbel. Ik denk dat ik hier anders niet had gezeten. Thank you.
Thank you.